met zo'n nou, Femke. We zijn bij Lotte thuis, die in Heerenveen woont. En die hebben een, ja, zoals je ziet, een kroegje, tuinhuisje achter iets. En dan zitten we met onze familie en een beamer erbij en gezellig met z'n allen. Ja, dus we gaan lekker met z'n allen kijken. Is toch leuker dan alleen? Ja. Ja, ik heb wel wat klamme handjes en ik ben wel wat zenuwachtig vanochtend. Dan is het toch wel even van, oh, vandaag gaat het wel gebeuren. Dus ik vind het wel spannend, dat wel. Ja, ze moet er zelf ook van gaan genieten en dat doet ze volgens mij ook wel echt. En dat gaan wij ook doen. Wij kennen Femke sinds de middelbare school. In klas 1 kwamen we bij haar in de klas. En eigenlijk gelijk vanaf de eerste dag waren we met z'n drieën eigenlijk altijd bij elkaar. En we hebben de hele middelbare schooltijd eigenlijk met z'n drieën doorlopen. Ja, en na de middelbare school ook leuk contact houden gelukkig. Is niet verwaterd. Dus dat is wel superleuk dat we allemaal nog zo goed contact hebben. En als we samen zijn is het altijd net zo gezellig als dat het was. Dus hartstikke leuk. Ik denk dat we alle drie heel nuchter zijn. Ik denk dat Femke ook heel erg helpt met schaatsen. Kom op, geweldige schaatsen. Ja, ik denk dat het ook wel helpt dat we allemaal wel begrip hebben voor elkaar sport. Want Femke die was vaak natuurlijk niet aanwezig op feestjes en zo. Dus ik denk dat wij daar begrip voor hebben, dat ook wel heel erg helpt. De opening. Ja! We hebben altijd wel gezegd, als je naar de Olympische Spelen komt, als het ooit zover komt, dan moeten we natuurlijk mee. Maar goed, dat is nu al heel snel gekomen en dat kan nu niet. Ja, iets sneller dan verwacht al, denk ik. Ja. Het was natuurlijk wel superleuk geweest, ook voor haar ouders, als ze erbij hadden kunnen zijn. En dat is gewoon super jammer dat er geen publiek bij is. Maar mocht ze over 4 jaar weer gaan, dan hopen we dat we er dan bij kunnen zijn. Dat is een beetje het doel. Toen we hoorden dat Femke naar de Olympische Spelen mocht, toen wilden we natuurlijk wel even iets leuks doen om haar te verrassen of om haar in ieder geval uit te zwaaien. Het was wel heel lastig met corona, want ze zat wel gewoon in quarantaine thuis. Dus we konden niet even bij haar langs op visite. Dus toen hebben we samen met een andere vriendin van Femke, Margriet, hebben we met z'n drieën wat bedacht. En toen hebben we een spandoek gemaakt bij haar thuis opgehangen. En als verrassing haar toch nog even snel gezien voordat ze wegging. Ja, ze was wel echt verrast. Ja, ze had het echt niet verwacht, dus het was wel superleuk. Kom op. Jammer, zonde. Het ging volgens mij echt supergoed. Vet goede opening. Ik dacht echt, het is echt een vet goede race. Maar alsnog supergoede tijd natuurlijk. En zijn super trots op haar. Ja, jongen. Ja, zonde. Ja, 6e plek. Wel jammer, toch nog best wel dicht bij het podium. Dus het had misschien net gekund, maar helaas, het is niet anders. En ze zal wel balen, denk ik. Maar goed, alsnog zijn we inderdaad super trots. Ik vind het heel leuk dat Jackson heeft gewonnen uit die Amerikaanse. Volgens mij was zij dit seizoen echt ver weg de beste. En echt heel leuk dat zij heeft gewonnen. Ja, wel terecht de winnaar, denk ik. Ik had liever Femke gehad, maar goed. Als Femke het niet is, dan zij maar. Ja. Het was ook echt wel bijzonder geweest als ze een medaille had gehaald. Ik denk dat ze achteraf het gevoel heeft dat ze dichterbij zit dan van tevoren had gedacht. Ja. Maar ze mag super trots zijn dat ze daar is. En super goede ervaring voor later.